Dag allemaal, dat is de tweede les KCV voor het jaar 2021. En het gaat over paragraaf 2 van hoofdstuk 6 van Forum. Ik hoop dat jullie allemaal bezig zijn om het te lezen. En de titel is Schijn en Werkelijkheid. De les is iets oppervlakkiger en sneller dan wat ik vorig jaar heb gedaan. Dus wie zich wil verdiepen, kan gewoon nu de beschrijving kijken daar beneden. En dan ziet u dus de video's van vorig jaar die je kan zien om nog dieper de stof in te gaan. We gaan nu verder. De vraag van schijn en werkelijkheid is, wat is waar, wat is de waarheid? En als je ziet deze schilderij, dat is een beetje in de lijn van Escher. Nou, dat je kunt zeggen, wat je waarneemt is eigenlijk, klopt niet helemaal. Waar gaat het om? Het gaat om eigenlijk om ontologie. Ontologie is zijnsleer, dus de vraag is, wat is werkelijkheid? En het begint een boek met een vergelijking, de grove vergelijking van Plato. Dat wordt daarna verteld in een van de video's van vorig jaar, ga ik daar verder op in. Maar kort gezegd is het verhaal dat Plato zegt, de mensen zijn als gevangenen in een grot die alleen maar naar een wand kijken, naar schaduwen van de echte werkelijkheid van voorwerpen die gebracht worden achter hun rug. En pas als de mensen zich los weten te maken, zijn ze in staat om buiten de grot te komen en te begrijpen dat wat ze tot dat moment hebben gezien zijn eigenlijk schaduwen. Nou, dat heeft te maken met de visie van Plato, die we straks zullen zien. Maar zet gewoon het probleem neer van, is het betrouwbaar wat wij zien? Eigenlijk is er een tegenstelling tussen de waarneming, die wij zien, en aan de andere kant de logica, logisch denken. Denken tegenover de waarneming. En dat is natuurlijk een probleem. Want hoe weten we dat ons denken overeenkomt met onze waarneming en onze waarneming terug te brengen in ons denken? De logica, op basis van de logica zijn drie wetten. De twee belangrijkste zijn dat wat is, is. A is A. En het tweede is A is niet, niet A. Dus niet A is het niet bestaande. Daar komen we straks nog op terug. De eerste filosofen, denkend over de werkelijkheid, waren op zoek naar een oerstof. Iets waar alles vandaan kan komen. En je leest in je boek hoe Thales van Mileten, die wordt gezien als de eerste filosoof, eigenlijk water zag als het begin van alles, als de oerstof, Arche in het Grieks. Dat is niet echt een bevredigende oplossing, maar de vraag die hij stelde was wel heel goed. Namelijk van waar komt alles vandaan? En hoe kunnen we de verscheidenheid aan dingen eigenlijk verklaren? Een tweede filosoof die daar aan het begin wordt ook voorgesteld is Pythagoras. Pythagoras jullie kennen van de stelling van Pythagoras. En hij probeerde alles met wiskunde, met getallen, te verklaren. Nou, dat zijn de eerste natuurfilosofen. Die zochten dus in de natuur, in de waarnemingen, eigenlijk het begin van alles. De zaak wordt ontologisch, dus serieus, pas op het moment dat twee grote denkers naar voren komen. Heraclitus en Parmenides. Heraclitus ken je van de stelling Panta Rei, alles verandert. En Parmenides is eigenlijk de vader van de ontologie. Degene die heeft dus het zijn als eerste goed beschreven. Dit heeft wel een probleem, brengt een probleem met zich mee, het probleem van de verandering. Hoe is het mogelijk dat dingen veranderen? Om dat te begrijpen, gaan we naar de volgende dia. Pantarei, de stelling van Heraclitus, betekent alles stroomt. Alles verandert continu. Alles verandert altijd. En dat is wat we waarnemen met onze zintuigen. De dingen groeien, de dingen veranderen, het weer verandert. De aarde draait om de zon, ga maar door. En aan de andere kant heb je het onveranderlijke zijn van Parmenides. Want Parmenides had de stelling van zijn is zijn. En niet zijn is er niet. Dus het is niet zo dat het leegte is, het is gewoon niet bestaande. Dat betekent dat elke verandering is een overgang van iets dat er niet is, tot wat iets is. En dat kan niet. Logisch gezien is onaanvaardbaar. Dus deze twee filosofische visies zijn tegenover elkaar gezet. En de oplossing is niet makkelijk. Video 3 van vorig jaar gaat uitgebreid in op het verschil tussen deze twee filosofen. Andere oplossingen zijn aangebracht dan deze. Meerdere elementen, de vier elementen, aarde, lucht, vuur en water, of atomen. Grieken hadden al bedacht dat
Atomos betekent ondeelbaar, ondeelbare deeltjes. Sommigen dachten dat er meerdere soorten atomen waren. Sommigen dachten dat die atomen altijd allemaal gelijk waren en daarom alleen een verschil in hoeveelheid. Nou, dit kan wel natuurkundig de dingen verklaren, maar het verklaart het filosofisch probleem niet van hoe is het mogelijk dat het zijn onveranderlijk is. Het is een stabiel begrip. Als je zegt iets is mooi, nou, dan is het mooi ongeacht wat er anderen, of het is goed ongeacht wat anderen daarvan denken, ongeacht wat er gebeurt. Zijn is een stabiel begrip en pantarij, alles stroomt. Nou, dat is verandering continu. Naar leiding van deze tegenstelling ontstond er een school, de sofisten, en die waren relativisten. En ze vroegen schap, kun je de waarheid wel kennen? Er zijn vele antwoorden in tegenspraak met elkaar. En ik heb gelijk pas als ik het krijg. Dus het is afhankelijk de waarheid niet zozeer van je objectiviteit, maar van de subjectiviteit of intersubjectiviteit, wat de anderen daarvan vinden. Dus het belangrijkste was voor de sofisten anderen te overtuigen. Daarom werden ze leermeester in de welsprekendheid en een democratisch stelsel in Griekenland, in Athene, zorgt ervoor dat, nou ja, dankzij de politiek, nou, dan kun je gestemd worden, gelijk krijgen en dus een belangrijke rol spelen. En de mensen willen alleen rijk en gelukkig worden en de waarheid interesseert hen niet. Dus waarom zou je naar de waarheid moeten zoeken als er de antwoorden in tegenspraak zijn met elkaar? Wat blijft over? Recht van de sterkste. En dan twee begrippen. Nomos, dat is de afspraken die de mensen maken, de wet, en fusies, de natuur. Nou, volgens deze mensen, uit de natuur, uit de zaken zelf, komt alleen dit, het recht van de sterkste. En al de rest is gewoon een afspraak die de mensen maken met elkaar. Nou, u merkt natuurlijk dat dit is eigenlijk een immorele visie, maar dat zullen we het nog bespreken wanneer wij dus over ethiek hebben. Maar filosofisch gezien zou je kunnen zeggen, dit is eigenlijk het probleem niet willen oplossen. Daarna kwam Plato en Plato kwam met zijn ideeënleer. De ideeënleer, wat betekent dat? De wereld die wij waarnemen is een kopie en die is veranderlijk. Maar het is dus een beetje nep, want de echte wereld is onveranderlijk. Onveranderlijk en dus het pure zijn. Het is transcendent en dat betekent dat het alleen toegankelijk voor het denken en niet voor de waarneming. Dus de waarneming is niet de laatste toets van de werkelijkheid. Dat zijn de conclusies. De materiële wereld is nep. We moeten moeite doen om uit de grot te komen en de waarheid te kennen. Want de mens in principe zit in de grot en ziet alleen de kopieën. Dus de waarneembare wereld. We moeten ons bevrijden van de zorg voor de primaire behoeftes. Alleen maar bezig zijn met eten, drinken, slapen en toileteren. En we moeten dus ervoor zorgen dat wij naar de waarheid kijken. En onze ziel is bevangen in ons lichaam. Dus Plato was een dualist, dacht dat er twee elementen zijn, ziel en lichaam. Ziel is het belangrijkste, het lichaam is onbelangrijk. Dat heeft ook natuurlijk belangrijke ethische consequenties, maar dat zullen we een andere keer, een andere les zien. Aristoteles komt uiteindelijk wel met een oplossing. De oplossing is de analogia entis. Het zijn is een analoog begrip. Wat betekent dat? Dat niet, het is een begrip dat verandert een beetje van betekenis naar gelang je hem gebruikt, net zoals een bijvoeglijk naamwoord verandert. En want als ik zeg je bent een goed mens, of dat is een goede tafel, dan zijn natuurlijk je bent goed als mens of je bent goed als tafel. Hij introduceert het begrip een acht en potentie. Acht betekent wat actueel is en potentie is wat mogelijk is. En de verandering is dus het realiseren van een mogelijkheid. Die wordt dus actueel. En zo los je het probleem van de verandering op zonder een beroep te doen op het niet zijn. De kennis van de mens komt door abstractie. Abstractie, wat betekent dat? Afzien van bijkomstigheden en doordringen tot de substantie. Wat zijn bijkomstigheden? Dingen die niet belangrijk zijn. Bijvoorbeeld haarkleur van een persoon. En als ik mijn haar zal verven van een andere kleur, felgroen, dan zal ik nog steeds een mens zijn. Als ik mijn kaal zal scheren, hetzelfde. De substantie van een mens is dus een mens zijn en die onafhankelijk is van huidskleur, geloof
overtuigingen en zelfs moreel handelen. Iemand die slechte dingen doet, is nog steeds een mens. Dit is ook heel interessant als wij naar de ethiek gaan kijken. Maar in het boek staat het begrip abstractie niet helemaal goed uitgelegd. Dus deze definitie moet je gewoon echt uit je hoofd leren. Want in het boek staat niet correct en ik vraag het in de toets zoals het hier staat. De les, een video over Aristoteles, hier in de beschrijving, gaat uitgebreider op deze zaak in. Laatste punt, hij spreekt over het hylomorfisme. Nou, alle dingen zijn hylomorf. Dus dat kun je gewoon rustig zeggen tegen je broertje of zusje. Weet je wat je bent, een hylomorf. Wat betekent dat? We staan uit hyle, materie, en morfe, vorm. Vorm en materie kunnen niet los van elkaar volgens Aristoteles. Alles bestaat dus uit twee elementen, vorm en materie. En in dit opzicht ja, doet hij teniet dat dualisme tussen lichaam en geest van Plato. Dat was maar een korte film, dus ik zie dat er 11 minuten is geworden. Dieper ingaan in de stof kun je via de video's van vorig jaar. En anders, dit is gewoon een begeleiding bij het lezen van het boek en het voorbereiden van de toets. Binnenkort komt er een volgende hoofdstukje. Dag allemaal, woef!